Een van de grootste Ethereum killers maakt zich wellicht op voor een 400% stijging op de relatief korte termijn. En daarnaast Flash Bitcoin en Bearish signaal. Dus we gaan kijken naar Bitcoin en naar Solana. Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal, het kanaal waar ik alles deel over mijn reis in de cryptocurrencies, crypto traden, beleggen, tutorials, reviews, unieke kansen om te gaan pakken in de cryptomarkten en om er gewoon voor te zorgen dat ik jou klaarstoom voor de komende jaren die komen gaan. Om ervoor te zorgen dat je nog mooiere trades kan maken, ga ik elke video 20 euro in crypto naar keuze weggeven aan personen die geabonneerd zijn op dit kanaal. Het enige wat je hiervoor dus moet doen is even abonneren op dit kanaal via de knop hieronder en daarnaast even een reactie plaatsen dat je geabonneerd bent en elke video maak ik een nieuwe winnaar bekend. Ja, yes, stoppen zoals je gezien hebt in de intro. Er altijd iemand 20 UCT. Ik heb vanmorgen aan iedereen de 20 UCT uitbetaald die gewonnen heeft. Gefeliciteerd. En deze video is uh, dit de winnaar. Gefeliciteerd. Stuur me even een mailtje naar marchandbusiness.hotmail.com met jouw TRC20-adres. Hoe kun je daar mee doen? Heel simpel. Even abonneren op mijn kanaal. De video's die doen het echt mega. Er zijn video's die over 10.000 weergaven weer halen. Ben ik ontzettend blij mee. En met elke like ook. Dus als je toch bezig bent, abonneer even op dit kanaal. Ruim 40% zoals je hier kan zien is niet geabonneerd. Het is gratis. En dan mis je dit soort crypto updates niet. Uh, ik push vier video's per week met waardevolle informatie. Waar je heel veel aan kan hebben. En veel geld voor kan verdienen in de boelmarkt. Even abonneren. Like de video even. Even een reactie plaatsen. En dan volgende video kun je 20 USDT winnen. Alright, Daarnaast als je Instagram hebt, ik deel daar dagelijks in mijn story uh, crypto-nieuws. En naast crypto-nieuws heb ik ook uh, reels die interessant zijn, analyses, memes uh, en daarnaast natuurlijk ook lifestyle. Dus vind je het tof? Heb je Instagram? Geef me dan nou even een follow @cornelmarshall met de blue tick. Dan zit je direct volledig goed. Goed, dan even de Bitcoin chart. Hoe ziet die eruit? Uh, niet heel bullish zoals, kunnen, uh, zoals je kan zien. We hebben de highs neergezet, uh, de grootste highs van dit afgelopen van afgelopen jaar. Uh, en die high was op 44.500 om en nabij. Je ziet dat dat een higher high is. We hebben vervolgens een low gemaakt. Uh, we maken vervolgens een lower high. En het kan zijn dat we nu op zijn, of dat we nu bezig zijn met het maken van een lower low. Om vervolgens een lower high te maken en zo door te zetten. En om uiteindelijk naar die 38.000 dollar te gaan. Uh, die ik graag retest zie worden. En waar ik uh, posities zou willen openen. Gaat dat ook gebeuren? Weet je natuurlijk nooit. Dat is een van de scenario's. Um, als je gaat kijken ook naar de daily chart, dan zie je dat we op deze 20. Uh, simple Moving Average hebben we altijd support gehad sinds we de beweging omhoog hebben. We hebben hier op Bybit Exchange hebben we één keer naar buiten zijn we geschoten en direct weer er binnen. Maar voor de rest is het eigenlijk altijd support geweest zoals je kan zien. Nu uh, hebben we een candle close onder die uh, 20 Simple Moving Average gehad en hebben we deze uh, huidige candle hier zitten. Als deze hier close is dus onder die 20 Moving Average dan acht ik dat die 38.500 snel inkomt. En in ieder geval als eerste target die 39.7k. Um, krijgen we het voor elkaar om vandaag nog een candle um, boven die 20 moving average te sluiten? Dus als deze bearish candle voor het einde van de dag dus nog bullies wordt en daarboven sluit, um, dan kijk ik nog steeds naar die 44.5, 45.000 en 48.000 dollars als targets. En dus dat is een beetje de rode draad, uh, althans hij is blauw, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, dus dat is waar ik naar kijk met Bitcoin. Uh, op het moment dat Bitcoin bounce dan kun je natuurlijk op altcoins ook leuke trades maken. Een daarvan in mijn optiek is TIA. Ik had een order staan op TIA, zoals je kan zien, bij op 10.7630. Deze heeft hij net niet aangetikt. Uh, waarom? Het is simpelweg een, een leuke order of een leuke trade om mee te pakken. Uh, omdat de risk reward op deze trade goed is, simpelweg als hij alleen maar terugbounce naar die eerdere support. Um, ik koop tegenwoordig alles op spot nu. Um, omdat ja, bitcoin is een beetje op een kantelpunt. Gaan we eerst nog een correctie krijgen op dit punt. Gaan we verder omhoog? Ja of nee? Waar krijgen we die correctie precies? Dus ik trade op spot momenteel. Um, en dit is ook op TIA, een spotret die ik heb gemaakt. Daarnaast, Bonk hou ik ook in de gaten op een Vind ik ook een interessant inkoopmoment. Dat zijn twee tips voor jou. Daarnaast een belangrijke. Dan even een woordje van de sponsor van deze video. En mijn grote vrienden bij NoordVPN. Ik gebruik NoordVPN al meer dan twee jaar. En ik denk dat het. Uh, onmisbaar is om een VPN te hebben. Waarom wil je een VPN hebben? Ten eerste privacy. Je IP-adressen staan ergens anders. Heel erg belangrijk. Je bent beter beschermd online. En als je bezig bent met cryptozaken, met bankzaken, et cetera... dan is het gewoon heel belangrijk dat je zo goed mogelijk beveiligd bent. Daarnaast heb je nog wat leuke voordelen... Uh, die, waar ik zo meteen op kom. Je kan het gebruiken op zes verschillende apparaten. Wat betekent op de laptop, telefoon, computer... kun je dat prima met één account doen. Je kan je IP-adres wereldwijd zetten. Dat betekent dat je nu kan zeggen bijvoorbeeld... Uh, ik zit in Amerika, want in Amerika is een serie uit op Netflix die wil ik zien, dus je zet hem op Amerika. Dat kan dus al met een VPN. Wat daarnaast ook kan en wat heel belangrijk is of wat goed is om mee te nemen, op het moment dat jij wil treden op een exchange waar het restricted is, bijvoorbeeld dat, is, dat wordt eigenlijk niet toegelaten uh, met geen KYC. Uh, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: Ik zet mijn KYC op een land waar ik wel kan traden op die exchange. En dan gebruik ik vervolgens uh, die exchange met mijn VPN aan. Dat is wat je kan doen. Uh, dus dat maakt het daarnaast, dus naast de beveiliging, maakt dat het heel erg interessant. Er zijn nog wat andere functies, zoals threat protection, ultrasnelle verbinding. Uh, je kan uh, berichten krijgen van uh, op het moment dat je gegevens worden verkocht op de zwarte markt. Dus in. Uh, um, Kortom, je hebt dit gewoon nodig. Zeker als je veel bezig bent, dus met het internet. Je hebt daarnaast een 30 dagen niet goed geld teruggarantie. Die hoef je toch niet te gebruiken, want je krijgt een top deal en het kost je ook bijna niks. VPN is serieus goedkoop. Ik heb veel VPN's gebruikt, maar die van. Uh, NoordVPN is veruit het beste. En ik heb hem altijd aanstaan. Zeker omdat ik in Spanje zit, zet ik hem graag op Nederland. Dan kan ik bijvoorbeeld ook Ziggo-sport kijken en, en dat soort dingen. Uh, wat het dus interessant maakt. En daarnaast staat mijn IP-adres gewoon op Nederland. Je ziet dat het 2,88 per maand is. Met vier gratis maanden uh, nu erbij. Omdat je hem via mijn deal krijgt. Het linkje daarvan vind je in de beschrijving. Kun je met NoordVPN starten. Ik raad het zeker aan. En dat is Ethereum Rival. that's up about 7x year to date Prime to explode over 400%. During Blue Run Crypto analyst. En dit is wel een hele interessante het artikel die ik las. Ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Maar ik heb even het artikel gelezen. En het is op zich best wel interessant. Waarom? A closely followed crypto an uh, analyst says that, a that One Ethereum rival that has exploded about 600% year to date is gearing up to, sp uh, to spark another move to the upside. Um, uh, even kijken. In een nieuwe video update, de host of Invest Answers, bla bla. Subscribers at smart contract platform Solana, has a lot more left. Dus het gaat uiteraard over Solana. De an analyst is looking at Solana's dominance. En dit is interessant. Solana's dominance, which tracks how much of the total crypto market cap belongs to Solana. According to the Invest Answers host, he sees Sol's dominance rising to 3% in the next market expansion. Indicating that Sol has a lot more room to grow. En dat is interessant. Op het moment dat je um, kan schatten dat hij. Uh, market, dat de market uh, cap van Solana naar 3% gaat van de totale market cap, dan kun je ook een all-time high gaan berekenen of een prijs aan, daaraan hangen. En dat doet hij ook. Want wat interessant is om nu te zien, is dat we nu ongeveer 2,2% zitten voor Solana. Terwijl de all-time high altijd, dus voor Solana, ook in de boelmarkt 2,5% was. Dus ze zitten daar heel dichtbij en de markt is nog niet eens op een kwart van wat de boelmarkt gaat doen. Uh, so that is very interesting. The question is, what happens if the crypto market cap goes to 5 trillion? Because well, that is uh, where the crypto market cap ziet to, 5 trillion. Within 18 months, 24 months, or maybe even 12 months, we could hit a 5 trillion market cap. A lot of that will be driven by Bitcoin, of course, but I do expect sole dominance to hit at least 3%. So the question is, If de crypto market cap goes to 5 trillion en sol dominance goes to 3%. What is the price of sol? Dus als inderdaad die crypto market cap naar 5 biljoen gaat in het Nederlands. Uh, en daar dus 3% van tot Solana behoort. Wat voor prijs hangt er dan aan die Solana? Nou, dat gaat hij dus uitbreken aan de hand van die 5 biljoen market cap. 3% dominance voor Solana. Dat betekent een 363 uh, prijskaartje voor één Solana token. Op dit moment is het rond 70 dollar, maar het is heel interessant om dus te zien, uh, if the crypto market cap goes to 5 billion, then that means that the market cap of Solana goes to 150 billion miljard and the current sole market cap is 31, uh, miljard and that is a uh, 4.84x from where we are today. Times 75, omdat dat de prijs is, uh, to a ridiculous 365. Uh, 363, excuse. En wat je ook ziet op de chart is: we zijn rond 68 dollar en de all-time high die is ook op 257 dollar geweest. Uh, je weet dat Solana is door blijven bouwen, het ecosysteem is veel groter geworden. Um, ik ben nog steeds niet een groot fan van Solana, puur omdat ze heel veel autootjes hadden. Eén één keer per maand hadden ze wel vaak een outage, maar dat is tegenwoordig wat minder. Ehm. Um, maar kan die prijs naar 363 dollar gaan? 363 dollar is uh, ongeveer hier. Uh, ik denk het wel. Dat betekent dat hij zijn oude all-time high breekt. En dat hij dus uh, vanaf zijn oude all-time high. Een kleine uh, 41% nog daar overheen kan stijgen. Dus ik denk niet dat het geheel onmogelijk is. Enkele voorwaarden zijn wel natuurlijk dat Solana het uh, sowieso moet blijven doen zoals ze het nu doen. Qua ecosysteem bouwen de, het vertrouwen vanuit uh, developers etc. moet er blijven. En er moeten meer projecten naar Solana toekomen. En als de hype dan opwikt in de boelmarkt. Dan denk ik dat we die 363 dollar voor Solana prima kunnen halen. En dat is dus een 400% uh, van de huidige positie. Uh, zoals je hier kan, kan zien. Dus maakt het Solana een interessante investering? Ik denk het wel. Uh, wat is dan een interessante investering? Of waar zijn interessante investeringspunten voor Solana? Daar kunnen we natuurlijk eventjes naar gaan kijken. Uh, ik zou simpelweg goede punten van support pakken om in te stappen. Eén daarvan is hier, zoals je kan zien. Een andere, daar zijn we om en nabij in de buurt. Dat is ongeveer hier. Dus ik zou zeggen, interessant inkoopmoment voor Solana. 65,51. dollar, 50 dollar is altijd een goed moment. Uh, en daarna, als die, die support nog breekt, dan heb je hier nog een leuke liggen. En dat is rond die 40 dollar. Dus dat zijn mooie DCA momenten voor Solana. En dit is geen financieel advies. Je moet natuurlijk doen of inschalen op het moment dat jij denkt dat Solana een goede coin is voor jouw wallet. Dan moet je daar ook in gaan stappen. En niet omdat ik dat zeg of dat een analist voorspelt dat hij 400% gaat doen. Want er kan ook een analist voorspellen dat hij min 500% gaat doen. Maar de berekening is interessant. Ik wil hem met je delen. En ik denk dat die mogelijkheid er ook is voor Solana. En ik denk dat niet heel veel mensen in Solana investeren. Laat even weten als je in Solana investeert met een reactie hieronder. Uh, maar het kan dus wellicht een interessante uh, toevoeging zijn tot jouw crypto portfolio. Yes, als je crypto wil kopen kun je dat het beste doen bij of bit Als je dus wil gaan traden actief, limit orders wil plaatsen, en Dan is bijbit interessant. Je krijgt een aantal bonussen bij en plus 30.000 dollar aan bonus mogelijk. Dat Linkje van bijbit vind je in de beschrijving. Wil je heel simpel gewoon een crypto kopen en dat is het voor je lange termijn portfolio Bitfavo. Linkje vind je in de beschrijving. Nederlands niet de beste exchange, maar wel de makkelijkste uh, broker om simpelweg wat crypto te kopen. Laat me even weten of je dit een toffe video vond. Als het zo is, like de video even. Deel me even met vrienden en familie. En hopelijk zie ik je terug in de volgende video. Adios.